Meen je dit nou? Ja. Je bent zo'n klootzak. En wat dacht jij? Moet je nog biechten? Jeez, dit neemt er gewoon wijn bij het lunch. Gedoe. Oh, ik moet een man. Is vandaag woensdag. Vandaag staan er wel wat leuke dingen op de planning. Ik heb dus besloten dat ik vandaag in plaats van thuis ergens bij een leuk koffietentje aan mijn thesis ga werken. En dan ga ik daar lekker zitten. En dat is echt altijd al gewoon een soort van iets wat ik altijd heel graag al wilde qua andere setting. Want ik word gek van dit. Ik word gek van thuis zitten. Gedoe. En dan is er nog iets leuks. Een goede vriendin van mij en de zus van Bruce. Nou ja, dat is dezelfde persoon, zeg maar. Die hoort dat ze vandaag waarschijnlijk geslaagd is. Nou ja, die hoort dat vanmiddag en dan gaan we daar eten. Dus daar gaan we dan ook heen. Maar goed, ik ga nu even mijn spullen pakken en dan ga ik lekker naar dat koffietentje. Ik ben nog even snel thuis tussendoor. Oh, laat het licht aan. Zie ik daar altijd op de zeiken tegen, Bruce. Ik heb even een cadeautje gekocht voor Mac, want die is dus geslaagd. Kijk hoe... Oh, god. Oh, ik heb nog een touw. Ik moet dus nog een ding eraan vastmaken. Maar die ballon moet nog opgeblazen worden. Want we hebben dus ook een ballon. Zo'n grote met van die dingen erin. Maar het ziet er nu echt uit als een... echt een heel goor kleurtje ook. Gewoon condoomachtig. We hadden misschien toch helium moeten doen. Jezus, ik ben zo... Ben je tegen mij aan het praten? Nee. Geslaagde girl, geslaagde girl. Wat leuk! Even moeten improviseren, want ja, het regent. Dus we zitten nu bij een restaurantje onder de parasol. Ik zit hier met mijn visagist voor de shoot. Nou, ik ben Anita en werk zelf in de Bancroft als make-up artist voor Charlotte Tilbury Merk Stijk. En vandaag gaan we inderdaad een fotoshoot doen. Daarbij gaan we dus een leuke look creëren die jullie straks kunnen zien hoe het geworden is. Ik had dus een shoot. Gewoon echt een hele leuke ervaring. Het was op zich wel oké weer. In het begin regende het een beetje. Ja, sowieso om een keer helemaal zo opgemaakt te worden was ook een hele belevenis. Want dit is de max bij mij. Wat ik kan. Oh. Ik moet een man. Ik moet een dikke tampon meenemen. Nou. Ik hoop dat het gezellig wordt. Ik ben net heel goed bezig. Met het schoonmaken van de spiegel en badkamer. Valt die spiegel opeens naar voren. Dus ik probeer hem nog op te vangen. Hij kwam op mijn arm. En hij brak gewoon. Kijk. Gewoon deze twee heb ik opgevangen. Nee, maar Bruce kwam net binnen van terug van de voetbal. En ik stond daar echt zo van... Oh mijn god. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 8:30 ongeveer en we lopen lekker buiten. Het is vandaag de tweede dag dat het bijna 30 graden is. Nou, bijna. We gingen gewoon dik overheen gisteren. Ja. Maar wij dachten we gaan even een wandelingetje maken. Het is vandaag donderdag 25 juni. En dat betekent... 7 keer duurtje. 7 jaar samen. Man, 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 het gaat de tijd hard. Vind je het nog leuk? Nog minder leuk hoor. Ben je me al zat? Ja. Nou, waar is mijn cadeau? Ja. Waar is mijn cadeau trouwens? Ja. Weet ik niet. Maar goed. Je zei dat je iets had. Ja. Maar? Dat was een leugentje om best te doen. Weet je niet, hè? Spannend. Het staat vandaag allemaal op de planning. Naar de kapper. Naar de kapper? Ja. Hoe laat? 3:30. Oké. Okay. In Roffa. Nice. Verder niks. Ik moet gewoon werken. Thuis. Gewoon werken. Saai. Baal je daarvan? Nee. Jij? Nou, ik ga
een nachtje weg. Oh, chill. Want dat je hem niet vertelt. Ja. En ik zal je vertellen. Jij gaat mee. Want we gaan samen. Nee. Meen je dit nou? Ja. Je bent zo'n klootzak. En wat dacht jij? Je bent zo'n klootzak. Meen je dit echt? Ja. Oh, vuilak. Auw. Waar gaan we heen? Ik had dus verteld dat ik een nachtje wegging met een vriendin. Oh jee. Ja, ik heb zoveel geregeld. Nee. Achter jouw rug om. Ik heb appjes gestuurd naar mensen. Je bent zo nummers vele. Uit je telefoon gevist. Het was verschrikkelijk. Oh. Deze man is er helemaal ingetrapt. We zijn onderweg hoor. Jee me. We moesten nog behoorlijk wat regelen, want Bruce had allemaal afspraken vandaag ook bestaan die hij moest afzeggen. En oh god, stress. Maar hoe verrast was jij? Nog steeds. Ik zei ook, ja Bruce, ik was vanochtend om 6 uur al wakker. Omdat ik zo zenuwachtig was om het te vertellen. Ja, maar je zei eerst dat je gewoon wakker was van de warmte en van de ja. Jeuk en weet ik veel. Ja, maar ik leefde hier al een week naartoe. Ik zeg, ik ben nog nooit zo verrast in mijn leven. Nee. Ik heb ook wel een cadeautje voor mezelf eigenlijk. Alsjeblieft. Dit ging heel awkward. Ze was buiten de kamer. Auw! We zetten de vakantie gewoon even voort. Ik moet even langs de slagboom. Die routes die die jongen altijd verzint. We moeten toch daarheen? Net zo lekker geluncht. Jeez, dit neemt nog gewoon wijn bij het lunchen. Echt. Heb ik nou een onderkin? Van al die wijn. Hou op. Vallen hier wel heel veel blaadjes uit de bomen. Nu een rondje om de kerk. En dan gaan we kijken of we daar even kunnen bezichtigen. Jezus. Even stil nou. Blauwe bollen wel mooi. Interesting. Moet je nog biechten? Lege bedoeling hier. Goedemorgen trouwens. Ik ben even de deur uit. Even mezelf omgeven in de natuur. Het is nog vroeg. Maar ik moet even in de positieve vibe komen, om het zo maar te zeggen. Want ja, ik neem jullie altijd heel gezellig mee in de weekenden. Dat betekent niet dat ik door de week ook maar een beetje aan het vieren fluiten ben. Want ik moet zeggen, afgelopen week is zwaar. Ik zit in het eindproces van mijn thesis. Nou, even wat tegenslagen. Maar goed, we gaan weer met positieve moed verder. Ik zal het nog een beetje iedere ochtend maar weer tegen mezelf zeggen. Schijnt te helpen, hè? Maar goed, deze omgeving helpt natuurlijk wel, hè? Ik heb het warm. Ik heb een opvlieger, geloof ik. Eigenlijk na het weekend, verrassingsweekend voor Bruce, helemaal niet meer daarover gepraat. Want ja, zoveel heb ik niet gefilmd. Ik heb het allemaal even lekker losgelaten, lekker in het moment geleefd. Het was echt ontzettend leuk. We hebben echt genoten. Schrik me de van een vogel. Maar goed, dat was dus heel fijn. En aangezien de komende weekenden er gewoon uitzien dat ik met scriptie bezig ben, wat ook gewoon nu even nodig is, heb ik wel een paar dagen waar ik echt even op kan teren. Want jongens, het voelde als vakantie. Oh, en dit doe ik mezelf ook altijd aan. Dan kom ik zo meteen langs een bakkertje en ik ruik het nu al. Die lekkere stroopkoekjes heeft. Maar gisteravond liep ik hier ook. Want ik was pas om 9 uur gestopt of zo. Ik dacht, nou, kom op, nog eventjes naar buiten. Waarom is dat ding nou zo vaag? Dat ding weer spiegelt echt het gevoel van mijn hersenen. Hallo? Daar zijn we weer. Scherp. Ik heb oortjes in gedaan, maar eigenlijk heb ik niks in mijn oren. Want ik wilde gewoon even helemaal geen 0,0 prikkels. Ik vind het fijn dat mensen denken dat ik ze toch niet versta. Dan gaan ze me ook niet aanspreken. Lekker asociaal. Ik kan het ook gewoon thuis gebruiken, hè? Met je ouders of met wie je ook samenwoont. Ideaal. Ik word gek. Zoals je mogelijk kunt horen, is er iemand iets heel erg stugs aan het doorzagen. Het is zaterdag vandaag. Het is
Hoe laat is het? 4:15. Oeh, ik zit al vanaf 9 uur aan mijn thesis. Ik kan je misschien wellicht wel voorstellen dat ik dat geluid van die buurman er nu even niet bij kan hebben.